Vraag het aan Bianca. Bianca weet alles. Paarden, hè. Hallo mensen van GamersB, welkom bij een goed nieuwe Assassin's Creed. Ik zag dat hier dichtbij zo'n recruit was. Dus ik denk, ik ga eventjes deze mannen doden. Ah shit, dat werkte niet zoals ik had gehoopt. T, heb ik nou geroepen, zeg maar? Ja, oké. Fuck jullie, echt, ik hoop dat het een beetje, ja, nice. Oké, bam, dit gaat op zich, wat? Ik had hem nog een tikkie nagegeven op de grond. Echt hoor. Zal ik even met hem praten? Ja, natuurlijk. Dan heb ik er weer een recruit bij. Dat is ook handig. Yay! Huh? Stop daar de cutscene. Oké, zal wel. Nou ja, ik zie je zo terug als ik bij de uitroepteken ben. Oké, hij heeft hem op een of andere manier niet gepakt, deze ding. Hij deed namelijk zo net raar. En dus toen deed hij zo van, weet je wat? Ik doe wel gewoon eventjes dat je het laatste kwijt bent. Ik ben dus gelukkig niet alles kwijt. Dat is wel wat ik eigenlijk had verwacht. Zo van, ja, dan willen ze natuurlijk weer dat ik alles kwijt ben. Maar dat valt mee. Zo erg haten ze me niet. Zij niet. The liberation of Roma has begun. I leave today. And thanks to you, they kill more of the Borgia Truce Scherani. Let me join my blade to yours, brother. Nou, langs mijnes is oké, maar liever niet in mijn buik, zeg maar. Dat is niet echt iets waarvan ik hou, maar kan aan mij liggen. Heb jij dat ook, doe dan blauw duimpje omhoog. Die is echt flauw. Sorry, die is echt flauw. Even kijken. Hebben we deze niet ook gedaan? Nee. Volgens mij niet. Volgens mij die wel. En die is er nu ook weer. Dus ik weet niet of die het opgeslagen heeft. Maar boeit ook niet. Daar zijn we nu niet voor. We zijn niet toch voor de storyline. Oké, ik doe al deze, oké? Als hij wil mij per se dat ik niet die dingen laat zien, zeg maar. Oh shit, zet me door. Nee, ik ben gewoon heel normaal, rustig, lekker. Ja, dit, ja, nee, ik ben heus geen assassin of zo, hoor. Nee, dus nou, rot op. Nou ja, ik zie je zo weer als ik daar ben. Yay, de Bianca. Salvator, you too. Ezio, I was expecting my wife. Somehow that does not surprise me. The French Putane have us under pressure. Tell me about their general, this Baron de Valois. Ik begroep mijn vrouw later ook al zo. Zo ga ik het doen, bedoel ik. Where can I find him? It's only a matter of time before I have Valois by the door. We have them in retreat. Ik hoor wat, ja. The situation is under control. Close the gates! Bene, so maybe I could use a little help. Denk ik ook. Nou, moeten wij dat dan maar weer gaan doen? Oké, loop geen schade op. Nou, dat klinkt als iets wat ik niet kan, maar ik ga het wel proberen, zeg maar. Ik ga gewoon de hele tijd tegenaanval doen. En dan moet het haast wel goed gaan, toch? Dus gewoon tegenaanval of ontwijken. En dan moet het haast wel goed komen. Oeh, ik dacht eventjes dat fout ging. Maar valt op zich. Het gaat op zich best goed, weet je wel. Ja, ik vind het oprecht goed gaan. Nu, het gaat oprecht lekker. Oeh, ja, nice. Ik ben echt goed bezig. Maar ik ga nu eventjes, Q-O-T. Ik ga ook mijn sluipmoordenaars laten helpen. Shit. Oké, het is nu al niet meer gelukt. Maar oké, weet je. Het boeit me niet zo heel erg veel. Oh, nou, zij helpt mij ook al. Hè, dat is ook een voordeel. Pats. Ik weet niet waarom ik pats zeg, maar pats is een mooi woord, vind ik. Dus, laat mij pats zeggen als ik dat wil. Jesus Christ, man. Waarom doe je dit nou weer? Q. Kom op. Laat me met rust, jongen.
Jongen, ik heb ook een leven. Ik heb ook een privéleven. Oké. Nou, dan kan ik nu Q. Q ingedrukt houden. Ah. Oké. Nee. Oh, echt hoor. Weet je wat? Ik ga gewoon Q ingedrukt houden. Oh, shit. Dat werkt niet als al deze mannen. Oh, echt hoor. Waarom is dat, lijkt het eigenlijk op het woord horen? Geen idee. Heel random ook ineens. Nee. Ik moet mijn dinges ook nog verdedigen. Kan ik ze niet terugroepen? Dat vind ik zo dom, hè, aan die sluipmoordenaars. Je kunt ze niet terugroepen. Je kunt ze wel, oproepen, maar terugroepen. Oh, nee maar. Nee. Sluipmoordenaar in levensgevaar. Ja, dat had ik al door. Ja, maar ja. Hè, ik kan moeilijk wat aan doen, want ik kan hem niet terugroepen. Zoals ik al zei. Fuck. Dit gaat echt slecht. Het gaat echt slecht nu. Oké, Q. Ah, nee, nog eentje dood. Q, kom op. Waarom doet hij het niet? Echt serieus, hoor. Fucking hell. Bartolomeo gaat ook dood. Dus ja. Nou, ik wil eigenlijk nu deze ding opnieuw doen. Maar, fucking. Waarom moet je nou het... Oh, wacht. Ik heb er al twee. Oh. Oh, shit. Nee. Kom op, dood. Ja. Nice. Nu jij dood. Zo. Een bondgenoot. Oh, mijn god. Waarom moeten ze zo moeilijk doen? Nou, daar gaan we weer. Ik heb zo'n déjà vu gevoel nu. Hoe komt dat nou toch? Hoe zou dat nou toch komen? Ik heb geen idee. Shit. Nee, rot op. Echt serieus. Waarom doen jullie dit nou? Nee, ik moet die... Ik druk op Q, maar dat moet ik helemaal niet doen. Ja, oké. Nou, nu. Zo. Ja, oh, shit. Nu ben je... Oh, wacht. Oh, het telt al niet meer natuurlijk. Het telt al niet meer. Dat is jammer. Dat vind ik wel jammer, hoor. Want nu, als je dus nu goed had gedaan... Oh, shit. Er staan veel te veel mensen. Ja, dood. Ga even... Waar moet ze nou ook weer precies bij die gate staan die ik... Zo nodig moet. Nice. Hè. Zo. En die ook eventjes. Ga gewoon eventjes. Ik ga toch wel weer mijn mens oproepen, hoor. Want ja, ik moet er haast wel. Ik denk dat het nu al goed gaat. Waarom nou weer dit? Dit wou ik helemaal niet. Oké. Q ingedrukt houden. Ja. Oh shit. Nee. Ja, en dan werkt het nu niet meer. Hoezo niet? Zo net werkt het wel, twee keer. En nu ineens niet. What the fuck? Echt hoor. Ik wil gewoon een rot even op. Serieus. Ik begin nu echt gewoon een beetje hierdoor boos te worden. Want nu is het niet meer leuk, weet je wel. Ik bedoel, wat doe je? Kijk, en dan gaan we mij weer... Ja, what the fuck? Hoezo? Waar slaat dit op? Ik heb nog niet eens de kans om dit te doen. Ja, hè. Eindelijk. Nee, wat doe je? Pak nou niet die gast op. Dat wil ik niet. Q. Ik moet ook... Oh, dit gaat zo fout, hè. Dit gaat zo fout. Oh, yes. Eindelijk. Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Nee. Why don't you come closer and say that? You must learn how to speak French. It would mask your barbaric sensibilities. Perhaps you could teach me, and I would instruct you in fighting, since you seem to do so little of it. As amusing as this parley has been, I'd like your unconditional surrender before sunrise. Ha! My Lady Bianca will whisper it in your ear. Bianca. I believe another lady might object to that. Mio marito mi ammazzerà tutti. I'll kill you for tutto francese. Calm down for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. Until dawn. And practice your French.
Soon all of Italy will be speaking it. Oh, Army Italy. I'll get you, pezzo di merda, figlio di puttana! dat moet ik eigenlijk onthouden. Ik moet even bij bewerken, moet ik het terugluisteren en denken, ja, oké, dat is hem. Volg Bartolomeo. Wacht, waarom zie ik daar ergens een dingetje van vermoorden? Dat is zo'n rood dingetje, zie je? Zie? Ja, daar, die gast. Verklein je afstand tot je doelwit. T, dan ga ik ondertussen naar mijn doelwit. Ja, oh ja, dan. Oh, nu heb ik minder beruchtheid. Aha, nice, nice, nice. Ja, ik ga nu eventjes hem volgen, want dat moet zo. Ja, ik dacht al, waarom staat er zo'n rood dingetje? Maar dat is dus voor beruchtheid. Dus dat is wel mooi, want dan ben ik dus iets minder berucht. Dat betekent dat die torens niet overgenomen weer kunnen worden. Want ze kunnen, als het goed is, als het klopt, kunnen ze weer overgenomen worden. Als je al dinges hebt, zeg maar. Als je al een keer overgenomen hebt. En als je dan helemaal berucht bent, dan nemen ze het wel over ineens. Ja, ik weet ook niet waarom, maar dat is de logica van deze game. Dus ja. Wee. You steal a man's wife and then go hide inside a fortress? Nothing hangs between your thighs. In fact, there is a hole there. So deep, it reaches into the maledetto inferno. Oh, dat was een schot. We will regroup and fight through the gates as we did at the Arsenale. The entrance is thicker with Frenchmen than the streets of Paris. So we will climb the battlements. They cannot be scaled. But the Silea would know what to do. Maybe this. Vraag het aan Bianca. Sorry, die was echt flauw. Die was echt flauw. Maar vraag het wel aan Bianca. Bianca weet alles. Call your men back to the barracks. I will explain there. You better have something good. Fall back! Oh, oké. Okay. Hey, ik sprak nu niet voor mezelf, maar voor die mannen. Hey. Die mannen die terug moesten, zeg maar. Jij geld, money. Oh, jij, yeah. Ik heb money. Money, money, money. I love money, cause money is mooi. Hey, dat wordt mijn nieuwe volkslied. Ik heb nog geen volk, maar wel een lied er alvast voor. Dus als ik ooit koning word, dat wordt mijn nieuwe volkslied. Jee. Of iets anders. Ik weet niet wat anders we hebben in Nederland. Maar wat dacht je van de dictatuur? Nee, grapje. Liever niet. Ja, als ik de dictatuur ben. Nee. Ja, nou ja, op zich. Weet je, dictatuur. Ja, hoeft niet. Ja, nee, eigenlijk. Meestal wel. Meestal is het wel kut. Maar volgens mij betekent het gewoon dat maar één iemand of één groep de macht heeft. Wat eigenlijk met koning ook zo is, alleen toch net iets anders. Alleen, zeg maar, wij hebben democratie en dan mogen stemmen. En daar mag dat niet. Dan denken ze van, ah, fuck, stemmen. Al die stemmen. Ja, ze weten niet eens meer welke stem van wie is. Kan ik me voorstellen. Stemmen zijn vervelend. Vooral als je bijvoorbeeld eerst Nederlandse stemmen hoort en dan Engelse stemmen van een iCarly of zo, of noem eens iets anders. Zo'n, hoe heet het? SpongeBob. Nou, SpongeBob vind ik niet zo heel erg. Maar er zijn erge dingen. Ik ga het gewoon renoveren. Ik weet het kost veel geld. Maar volgens mij wordt dan nu dat dingetje helemaal goed. En zo. Ja. Ja, goed gesproken, Sander. Goed gesproken. Ja. Oké. Nou, dat ziet er mooi uit. Ziet er mooi uit, jong. Heb ik weer goed gefixt. Eigenlijk heb ik het helemaal niet gefixt. Maar die man. Ja, nou, en ik heb het wel goed gedaan, vind ik. Ondanks dat ik het niet heb gedaan, wat ik heb gedaan, heb ik wel goed gedaan. Oh, hier is ook nog iets. Gaan we ook even fixen. Of weer een architect, dat weet ik niet. Laten we... wie gaan we doen? Gaan we dieven doen? Ja, ik ga voor dieven. Of niet? Ah, het is lastig. Dieven zijn wel heel handig, maar... ik ga toch voor huurlingen, want... Nee, die vind ik toch handiger. Sorry. Die vind ik handiger. En je kunt altijd nog veranderen volgens mij. Dus ja. Ik moet trouwens ook nodig even een... hoe heet het? Een dokter spreken. Want ja, dat is fijn en zo. Dat vind ik fijn. Omdat ik low health ben. En ik heb niet zo heel erg veel. Kijk, ik heb nog maar één zo'n ding. Dus
Ja, daar moeten we even mee oppassen. Oké, okay, let's go. Q, interactie. Bianca! Ik ben echt fan van Bianca. Sorry. You have a plan. Nee, daarom kom ik hier. Once inside, your men can overpower the camp's patrols, correct? Yes, but... Especially if the patrols are taken completely by surprise. Zo, dat is één. Then we need to liberate several suits of French armor. Daar is met Sinterklaas. We gaan gewoon een spries voor maken. Dat noemen we dan Trojaans paard. You are truly a man after my own heart. Ik had een keer zo'n virus op mijn computer die zo heette. Niet dat ik daar echt trots op ben of zo. My troops will gather it from the dead. We will then depart from the north, so as not to arouse suspicion. And Ezio, make sure to kill them without a fight. The armor has to stay clean. Oké, okay. Op zijn Frans. Nou, liever niet. Kut Fransen. Als je Frans bent, jij bent wel chill. De rest allemaal niet. Oh ja, en je familie. Of als je ze niet mag, dan toch niet. Dan ineens niet. Nee, ja. Nee, ik hou gewoon niet van Fransen. Ik ken ook geen Fransen. Dat is misschien ook wel een dingetje. Misschien als ik Fransen kende die wel aardig waren. Nu doe ik net alsof ik wel Fransen ken die niet aardig zijn, maar die ken ik dus ook niet. Oh shit, zet me door. Wat ik kan doen is, maar dat is zo'n eentje met... Ja. Oké. Okay. Wat? Hoezo? Oh, wacht, die gast is... Ik dacht dat die gast bij ons hoorde. Weet ik veel. Ja, hallo. Ja, eigenlijk, ja. Leuk en zo. Veertje! Woehoe, veren. Dat klinkt zo wel leuk als je het zo zegt. Veren. Oké, en wegwezen hier. Oh, wacht. Mijn soldaten. Ik ga nog wel eventjes. Ja, wacht, wat? Huh? Er staat hier soldaten gedood, maar ik... Er staan nog andere dingen, zeg maar. Ik snap het nu niet helemaal. Het zal wel aan mij liggen dat ik het weer eens... Nee, die andere gast, die dikke. Die had ik moeten doen. Ah, shit. Ah, fuck. Dat is niet wat ik wou. Oh, nee. Dood. Ja, nice. Oké. Okay. Ik moet gewoon zoveel mogelijk soldaten... Oh, ja. Oh, shit. Ik dacht echt dat ik eventjes goed ging. Oh, ja. Ik ga nu ook weer goed. Even kijken hoor, waar die andere twee zijn. Oh, daar loopt er nog eentje. Oh, hier zijn er ook nog een paar. Dat red ik wel. Shit, ik wou ze alle twee in één keer doen, weet je wel. Zo'n hele mooie combo kill. Combo kill. Ja, kill. Kill, dat is gewoon een combo. Kill. Sorry, dat moest. Kill is zo'n populair woord. Ja, dan moet je het wel gebruiken, hè. Kom op. Ja, maak hem dood. Maak hem dood. Alsjeblieft, maak hem dood. Fuck. Heb ik nog rookbommen? Nee. Oh, je hebt hier helemaal geen rookbommen. Hoezo niet? What the fuck? Oké. Okay. Nou ja, dan pak ik maar even mijn zwaard. En dan ga ik zorgen dat... dood. Please, alsjeblieft. Yeah. Bam. Oh, dat ging best goed. En al mijn dingetjes leven ook nog. Al mijn helpelingen. Huurmoordenaars. Ja, nee. Ja, nee, wacht. Zeg ik dat goed? Ja, en zak. Ja, oké, okay, nice. Die is dood. Dan nog die andere. En ik zag trouwens ook een Leonardo. Dus dan weten we dat ook weer. Ja. Maar, ja, die heb ik... Ja, dat is nu niet echt handig. Ja, oké. Okay. Nu, pak hem. Ah, ja, nice. Oké, okay, die is ook weg. Dan gaan we nu eventjes... Wat is dat ene... oh ja, dat is zo'n duiventeel. Nou, dan gaan we die ook nog eventjes kijken. Eventjes kijken hoe het met onze mensjes gaat. Ik ga denk ik even al mijn sluipmoordenaars op missie zetten. Want dan worden ze wat sterker. Nu zijn er ook al een paar dood gegaan. En dat moet niet. Dat heb ik liever niet, zeg maar. Dus, dus dat gaan we even doen. Die gaan we panzer. We gaan eerst even panzer geven. Want zoals je misschien wel merkt, veel mensen gaan dood. Dat moeten we niet hebben, zeg maar.
En er was er dus ook nog eentje van level 3, want ik zag net dat er iets met level 3. Dus 4 en 2. We gaan gewoon een hele moeilijke doen en daar gaan we dan iedereen op inzetten. Ja, als dat een beetje werkt. Dat werkt niet, tuurlijk niet. Wacht, we kunnen wel vermoord wachters. Of is deze ook al te moeilijk? Kan hoor, kan. Nou, dan doen we die wel met deze. Dan gaan ze sowieso allemaal omhoog. Ja, dan maar dan gaan ze niet zoveel omhoog. Ja, we doen maar gewoon go. Zal dat niet zo moeilijk doen. Niet zo moeilijk doen. En dan doen we nog ergens in Barcelona. Laten we dat maar niet doen. Wenen. Wenen, hier, ga op reis. Dat kan die van niveau 4 wel, denk ik. Ja, hier, zie. Nee, dat is weer zo weinig. Wacht, misschien kan die eentje van 3 ook wel. Plus 70 XP. Kijk, dat is al beter voor hem. Ja, dan heb ik wel 92. Maar ja, laten we dit maar doen. Want anders dan weet ik het ook allemaal niet. Anders dan weet ik het ook allemaal niet meer. Dus, ja. Nou, dan hebben we dat ook weer gedaan. Nu heb ik dan helemaal geen mensen meer. Maar dat geeft even niet. Want dan moet ik het gewoon weer in mijn eentje doen, zoals eerder. Oh, kijk, nu is daar Leonardo. Ja, die zag ik eerder ook al. Wat ik ze net ook zei. Daar is nog een deboortje-toren. Maar we gaan eerst eventjes we gaan nu even gewoon naar uitroepteken. En ja, omdat ik het leuk vind. En als je iets leuk vindt, dan moet je het gewoon doen. Daarom doe ik ook aan YouTube. Ik bedoel, weet je, als ik geld wil, dan ga ik wel werken. Niet dat ik dat leuk vind, maar weet je, ja. Ja, het is een beetje, ja, kut. Eigenlijk is het gewoon allemaal kut. Het leven is kut. Ja, nee, ik hou niet echt van werken of zo. Maar, ja, weet je. Als ik geld wil. Ga maar weg. Ga maar weg. Nee. Ik denk misschien. Misschien is dit een andere. Die ik al wel veroverd heb. Maar nee. Tuurlijk niet. Vandaar dat ik erop drukte bedoel ik. Nu moet ik even kijken hoor hoe ik daar kom. Ik kan ook gewoon paard roepen. Misschien is dat veel handiger. Ja, nice. Ik dacht eventjes. Oh, hij redt het niet. Maar hij redt het wel. Ha. Lekker puh. Oké, let's go. Hier is... Oh, als we hier dan toch zijn, weet je wel. Dan ga ik het toch maar wel doen. Sorry hoor, maar... We zijn hier nu toch. En, ja. Moet ik wel eventjes kijken. Ik moet natuurlijk wel sneaky... Oh, shit. Shit. Oh, nee. Zolang ze maar niet die gast... Oh, oké. Yes, ik ben nog sneaky. Ik moet eventjes die gast vinden. Weet je wel? Die de Borja man. Kan ik die ook markeren? Ja, volgens mij wel. De Borja, of Borja commandant. Ja, die moet ik eventjes zien te vinden. Ja. Kill hem dan. Oh, kill. Waarom doe je dat niet? Ja, die grap moest weer gemaakt worden, hè. Alweer. Oh, shit. Oké, hier is hij. Dus, zak. Maak hem dood dan. Wat doe je? Oh, Ezio. Echt Ezio. Vieze. Waarom doet hij dit? Echt hoor. Echt. What the fuck. Echt. Ik snap dit niet. Ik deed het zo duidelijk. Echt. Dit sloeg echt nergens op. Dit sloeg oprecht echt helemaal nergens op. Waar is hij nou? Waar is hij nou dan, hè? Oh, daar. Hij is daar. Kijk, dan doet hij dit weer. What the fuck, man. Echt hoor. Ja. Kijk. Nee. What the fuck. Echt hoor. Ik hoop echt. Ik mag ook niks meer gedaan krijgen. Of damage krijgen. Want. Wat doe je nou? Fucking hell. Waarom gaat hij niet gewoon op hem af? Rennen. Kom op. En nu. Schiet. Val hem dan aan. Kut Ezio. Godver. Jezus, oh godsamme, ja, eindelijk, moet dat nou zo lang duren, kun je nou niet gewoon doen wat ik een keertje zeg, jezus man, oké. Nou, dat ook weer gehaald, kut Borja, commandant, of eigenlijk kut Ezio, dat hij gewoon nooit is, normaal doet wat ik zeg, ik bedoel, dit spel hoort gewoon te reageren, ik weet niet waar hij mee bezig was, maar, ja, in ieder geval, hij was niet goed bezig.
Nou, oké. Rage ook weer gehad. Sorry, jongens. Sorry. Ik was gewoon een beetje triggered. Triggered. Echt top meme. Dat vind ik wel echt een van de betere memes. Nou. Dat mag. Oké. Nou, boom, boom, boom. Explosies. Jee. Ik hou wel van explosies. En dan gaan wij de volgende missie doen in de volgende aflevering. Vond je dit dus een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, tel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Lotto!